Matthias, in eerste geval proficiat, Europees kampioen. Wat doet dat met een atleet? Ah, dankjewel. Dat is een super gevoel natuurlijk. De beste van Europa, dat kan er maar één zeggen. En het is nog altijd ongelooflijk dat ik dat heb kunnen verwezenlijken. Je had het al aangekondigd, hè? Want vroeg of laat ging er een gouden plakje rond je nek hangen. Ja, ik heb de voorbije 2 jaar toch wel wat medailles genomen. Vooral zilver en brons. Het WK goud was eigenlijk het laatste goud voor mij. Dat is toch al maar al 2 jaar geleden. Dus dat zat er wel aan te komen, maar het moet natuurlijk nog gebeuren. En op zo'n dag moet natuurlijk alles meezitten. En dat was nu wel het geval, ja. Er is heel veel lof voor u, hè? Want 2 jaar geleden wereldkampioen bij de junioren. Hè? Dan heb je toch wel wat progressietijd nodig. Maar 2 jaar later, bang, Europees kampioen bij de senioren. De overstap van de junior naar de senior is niet evident. Ik heb die heel snel kunnen maken, daar heb ik heel blij om. En nu bij de senioren is het niveau nog dichter bij elkaar allemaal, dus de tijden zijn daar enorm belangrijk. Dus je moet echt een dag hebben waarbij alles bijna goed loopt. En niet alles is goed gelopen, maar ik heb toch al mijn kampen binnen kunnen afsluiten en dat is het belangrijkste uiteindelijk. Maar het waren wel spannende kampen. Hè? Er zijn altijd een paar thrillers tussen. Voor mezelf, ik moet gewoon aan mijn plan houden. Al duurt dat 20 minuten, ik weet wat ik moet doen, dan moet ik blijven volhouden. En uiteindelijk komt het dan wel goed. Ja. Hoe heb je er nu eigenlijk naartoe geleefd? Hè? En als je dan naar resultaat ziet, dan moet toch een ongelofelijke rush geven, zoiets. Ja, die voorbereiding is enorm zwaar. Ik had ook dan mijn examens op school, waar ik er ook allemaal van door ben. Dus dat is super. Het is enorm zwaar. En dan is een beetje een opluchting, een ontlading, een enorme ontlading, als je dan uiteindelijk die gouden medaille mee naar huis mocht nemen. Ja. De vakantie staat nu voor de deur, maar niet voor u, hè? Want het begint eigenlijk nog maar pas. Nee. Ja, nu is het nieuwe stuk van het seizoen, de voorbereiding voor het WK begint nu. Nu vertrekken we over een dikke week al terug naar Canada voor de eerste Grand Prix. En dan is het enkel voorbereiding voor het WK, een kleine 7-8 weken. En dan is de bedoeling dan hetzelfde te doen. Hè. Dat wordt een heel intense zomer, met andere woorden. Dat is zeker, maar ik kijk er echt naar uit. Ik ben klaar voor de voorbereiding voor het nieuwe toernooi. Ja. Zeg, in die Grand Prix in Canada binnen een week, dat is heel kort eigenlijk. Genoeg gerecupereerd? Ik heb nu nog niet echt veel getraind. Ik heb een beetje losgefietst en al bij de kinesist geweest om toch zo snel mogelijk te recupereren. Nu komt er een korte week aan, maar ik probeer zo normaal mogelijk te doen. En dan direct de Grand Prix van Canada, zodat we veel tijd hebben om het WK optimaal voor te bereiden. Wat verwacht je eigenlijk van die Grand Prix? Het is moeilijk om als nieuwe Europees kampioen ineens een toernooi te doen, maar ik ga gewoon doen wat ik daarvoor deed, even hard trainen en even gefocust naar de wedstrijd toe leven. En dan zien we daar wel. Het blijft natuurlijk judo. Maar ik ga er alles aan doen om daar terug op het podium te staan. En natuurlijk, een titel achter je naam, dat is een heel ander approach ook van de tegenstanders. Ja, ik denk dat iedereen ondertussen wel kent in de judowereld. Dat denk ik ook, ja. Maar voor mij blijft hetzelfde. Ik moet gewoon doen wat ik met Mark voor de kamp voorop stel van tactiek. Fysiek ben ik nu wel in orde. Ik ga die lijn proberen door te trekken en nog iets meer te pieken naar het WK. En Canada is gewoon iets om onderweg mee te nemen, ja. Europees kampioenschap, maar tegelijkertijd European Games. Maakt er een verschil uit? Voor mij was het gewoon Europees kampioenschap. Waar een Europese titel te behalen valt, het belangrijkste. Maar het feit dat European Games is, dat je met Team Belgium meegaat, ook het jaar voor de Olympische Spelen, is wel leuk. En heb je al een beetje een opwarmer voor die Spelen. Maar het is ook een beetje zoals Olympische Spelen, multisport. Verschillende atleten uit verschillende disciplines die je in een atletendorp tegenkomt. Mm. Ja, dat is een leuke sfeer die daar rondhangt. Team Belgium, die ook voor elkaar supporteren, dat is super plezant. En op de speler gaat het alleen nog maar groter zijn. Hè. Veel succes.